Kinderen kennen Sinterklaas van mooie en leuke cadeautjes, maar ook als vriend voor alle kinderen en zelfs voor iedereen. Naast de intocht in Ede Centrum ging de Sint ook naar de manege zonder drempels. Mensen die daar verblijven wilden de Sint graag met een bezoek vereren. Ook voor hen moet het een groot feest zijn en dat was het ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Daar zijn we natuurlijk ook al heel lang kind aan huis, zeg maar, hè? met Sinterklaas in tocht. Dat speelt al jaren. Eigenlijk vanaf het begin dat de manege bestaat komen we daar al. En het is natuurlijk ook nog een beetje voor een goed doel dat we daar komen. Het is om de kinderen te vermaken. Tegelijkertijd is ook een expositie. En daar hopen ze natuurlijk zoveel mogelijk te verkopen. En daar hopen we een centje aan bij te dragen op die manier. Is het eigenlijk het doel, het plezier voor de mensen die daar zijn, dat de Sint daar komt? Ja, sowieso. Het is echt druk. Het wordt goed bezocht. En we doen het eigenlijk voor de kinderen natuurlijk. Hè. We gaan daar in de manege zelf ook met de muziek bieden, et cetera. Het is gewoon een klein feestje op dat moment. En ter ondersteuning ook van de tentoonstelling die ze daar hebben. Hoe is de reactie van de kinderen als de Sint daar binnenkomt? Ja, enorm. Ja, 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 dat wil je niet weten. Dat is echt dansen met degene die mee kunnen, die dansen mee. En dat is echt een groot feest. Doet dat wat met de Sint en de Pieten? Jazeker. Ja, heel veel. Ja, dat is echt. De meesten die zeggen ook, als dat niet zou zijn, dan zou het de hele dag niet meer zo leuk zijn als wat we nu hebben. Ik heb ook gehoord dat er iemand is die één keer in het jaar lacht. Die andere dagen dan is heel stil en verlegen, et cetera, et cetera. En op die dag dan lacht ze echt.